La Classica. Vanaf 19 november kan je weer naar de aperitiefconcerten van Pro Musicalier. Het Malibran Quartet bij de spits af in Cultureel Centrum Vredenberg. Na twee avondconcerten in samenwerking met Festival en Ritspiquet keren we terug naar de vertrouwde tijdstippen, naar het vertrouwde kader, namelijk een hele gezellige Vredenberg, voor het eerste aperitiefconcert met het Malibran Quartet. Malibran Quartet is het kwartet dat vanaf het eerste uur bij Pro Musica in residentie is gekomen. Geweldig goed kwartet dat zijn oorsprong heeft in de Munt. Een van de betere kwartetten van dit land met zeer straffe muzici. Dit keer hebben we ons al doorheen heel wat repertoire geloodst en we hebben een mooie traditie gebouwd waar mensen eigenlijk echt gaan houden zijn van het strijkkwartet. Wat ook naar onze mening een van de knapste genres is, al is het niet het meest eenvoudige, met de mooiste muziekje die geschreven is. Het is namelijk zo dat Beethoven heel veel strijkkwartetten heeft geschreven en daarmee eigenlijk een grote druk heeft gelegd op al zijn opvolgers, want die waren zo hoog van niveau. De meeste componisten tot het einde van hun carrière hebben gewacht voor ze zich aan kwartetten waagden. Wij gaan nu het meesterwerk van Schubert brengen, namelijk bij Toten das Mädchen. En helaas was dat ook een laat werk bij Schubert, al is de man 31 geworden, maar hij schreef dit kwartet dus ook op het einde van zijn leven in volle rijpheid, zijn technisch alweerse met enorm veel emotie. Schubert baseerde zich voor dit werk op een lied dat hij eerder schreef. En in het tweede deel wordt dat lied heel rustig uitgezongen. Der Toten das Mädchen, eigenlijk wordt daarin gezongen van weg, jij weg. Weg, jij wilde knokenman. En de dood nodigt het meisje uit om zacht in zijn armen in te slapen. Het is muziek die heel indringend gaat, heel sterk emoties voelt, maar die eigenlijk niet dreigend is. Dus het is ook Schubert's zwanengezang geworden. En ik weet niet of hij op dat moment zich al van bewust was dat zijn dood zo nagend was en daar toch niet echt bang naartoe keek. Dus het was een prachtig concert, want het is een van de absolute topwerken uit het strijkkwartetrepertoire, gebracht door Malibran. En wie Malibran al hoorde, als kwartet weet dat zij ongelooflijk met kleuren kunnen werken, met sfeer kunnen scheppen. Ik vroeg dat ze dat geleerd hebben ook in de Munt, waar je heel beeldend moet spelen, waar je echt illustreert wat er gebeurt. En dat doen zij ook in de abstracte instrumentale muziek. Dus ik zou zeggen, mis dat concert niet, want het is een van de knapste werken voor strijkkwartet die er te horen zijn. Het Malibran Quartet, op zondag 19 november te Lier. Lees er alles over op laclassica.eu. Geniet van de mooiste klassieke werken, new classics en de meest ontroerende filmmuziek. La Classica.